video. Ik ben Cas, jullie hebben mij al één keertje bij een video gezien. En stiekem hebben we die net opgenomen, maar we vonden het allebei zo leuk om te doen, dat we er gewoon nog één gaan maken. Deze. Het lijken een soort lollies, hè? Ja, het zijn dus volgens mij ijsjes of zo. Nou, laten we hem gauw openmaken. Het is heel anders dan de vorige. Oh, hier zitten lepeltjes bij. In plaats van vorkjes. Handiger. Er bij die vork zaten weer vorkjes bij. Dit lijkt ons inderdaad handiger. Nee, dit is veel zwaarder. Cool. Ja, hier zit inderdaad veel meer in. Nou weet ik dat we die nodig hebben. Maken. We hebben zakjes. We hebben geen idee wat we moeten doen. En op die zakjes staan eentjes en tweetjes. Mm-hmm. En dan hebben we nog twee. Laat jij die even zien. Ook nog een eentje. Een paarse en een oranje. Twee. En dan hebben we nog een zakje. En daar zitten in een soort spinkels. Ja, hetzelfde als bij de dumplings. Even kijken. En we hebben nog steeds geen Japans geleerd in de tussentijd. Tenminste, ik niet. Of ben jij een cursus begonnen? Nee, ik nog. Oh, niet. Helaas. Volgens mij is deze vrij simpel. Als ik het goed heb. Hebben we 1 scoop water nodig. En een scoopje, dat zat erbij. Handig. Per bakje. Dat is wel erg weinig. Kijk dan. Ja, het is heel weinig, maar volgens mij is dat wat het is. En in dat, in 1 bakje doe je het groene zakje. Oké. Okay. Ik ga even de lepeltjes vast even openmaken. Het groene zakje met een 1. Dit wordt hetzelfde gele spul. En dan gaan we dat eens eventjes roeren. Dat is spinazie. Het wordt echt een hele ranzige kleur dit. Ja, het lijkt weinig dat water, maar het is wel genoeg. Laat het even zien. Kijk dan. Echt goor. Dit is de kleur. Dat kan toch nooit lekker zijn? Nee. Wie weet. Anyway. Dan. Ik ga proeven. Weer sinaasappel of zo. Ja, is het sinaasappel? Ga het ook even proeven. Ja, volgens mij is dat wat zij in Japan noemen soda smaak. Ik heb dit wel vaker met soda. Japanse snoepjes. Zij hebben daar een smaak dat heet soda. En dat komt... Ze hebben daar een drankje in Japan, dat heet volgens mij Ramune of zoiets. En daar smaakt dit naar. En nu moet het zakje... Het andere eentje? Nee, het oranje tweetje moet erbij. Handig hè, als je links bent. Echt super handig. En dan moet je weer goed mixen. En dat putty. Het verandert ook echt letterlijk van kleur. En het verandert van substantie. Hoe dan? Oké, proeven. Wat gebeurt hier? Dit is lekker. Ja? Ja, het is echt lekker. Kijk, het verandert van kleur, want het is nu een soort, ja, wat is het? Oranje, roze. Het is echt lekker.
Ja, en dit is volgens mij wat het is. Want nu kan je dus je lepel zo erin draaien. Echt? En er wat... Oh. En dan bij de andere doen we dan dit. Toch? Ja, die andere zijn volgens mij letterlijk die andere twee zakjes. En volgens mij kan je het dan uiteindelijk nog bij elkaar mixen ook. Dat ga ik ook proberen. Maar kijk. Even hoor, Kas. Even wachten. Kijk. Dit is zeg maar hoe het snoepje is. Je doet gewoon wat op een lepeltje. En je doet er sprinkels overheen. En je doet het in je mond. Ah, oh, dat is nu lekker. En daarnet word je nog lekker. Wat moet je dingen? Die sprinkels zijn niet lekker. Oh, nee. Mijn keel, joh. Echt een sterke smaak. Nou, ik vind het gewoon sowieso niet zo lekker, geloof ik. De tweede. Eerst het paarse zakje met de eend erop. Die doen we erin. Oh, dit ruikt lekker. Ruikt naar druiven of zo. Ik vind het naar die perziksnoepjes ruiken. Ja, je hebt gelijk. Oh, heerlijk. Kijk jongens, het wordt een soort paarse... substantie. En dit ruikt wel gewoon lekker. Dus dat kan het wel het verschil maken. Even proeven. Ik ga gewoon een beetje proeven. Oh, voorzien. Deze is wel echt heel lekker hoor. Eerst een beetje zonder. Lekker hè? En nu het tweede zakje erbij. Het was een rood zakje. Nou ben ik benieuwd. Dit wordt heel raar. Want het wordt roze. En het wordt heel fluffy. Okay, veel meer dan deze heb ik het idee. Neerzetten? Nou, dit... Nou, dit is het. Is het. Oh, je gaat daar ook nog een beetje op doen. Heel goed. Hier nog een beetje. Wel ja, daar maak maar op. Nou, mixen. Succes. Ja, want, oh sorry, volgens mij kan je het straks ook nog allemaal bij elkaar doen. Maar ik wil eerst die nog wel even proeven, inderdaad. Want volgens mij vind ik die een stuk lekkerder dan die gele. Ik vind die ook lekker. Alleen is het echt wel lekker. Ja. Als het in je keel komt, voel je die prikkels. Ja, weet je wat het is? Het is gewoon echt chemisch snoep. Het is gewoon raar. Het is gewoon vies. Het is gewoon dat je denkt, we gooien een beetje poeder bij elkaar en we hebben een snoepje. Heel raar. Wil je het nou allebei nog bij elkaar mixen? Laten we dat doen. Waarom niet? Ja, ik wou zeggen. Dan neem ik een beetje hiervan. En dat doe ik. Dit is nu het bij elkaar. Dat vind ik eigenlijk nog lekkerder. Dat valt me dan weer niet tegen. Nee. Eigenlijk zijn deze twee gemixt nog het allerlekkerst. Oh, maar dat vind ik wel echt lekker. Zo'n beetje bij elkaar. Nou, goed. Geslaagd. Geslaagd. Jij mag de rest. Nou, dankjewel. Wij gaan hier nog even de restjes opeten. Bedankt voor het kijken. We hopen dat je hem leuk vond en dat je je duim omhoog doet. Ja. En dat je abonneert. En laat even weten wat we verder nog voor video's moeten opnemen samen. Want we vinden dat hartstikke leuk. Ja. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.